Buijs, ik ben franchise-nemer van Rituals Deventer en ik werk met een veilig gevoel. Zelf ben ik een enorme fan van Rituals, maar waar staat het nou eigenlijk voor? Nou, Rituals die wil eigenlijk de dagelijkse routines die je hebt veraangenamen. Als je 's morgens lekker wakker wordt en je lekker in kan stappen in je badjas van Rituals. En dan lekker naar beneden een kopje thee zetten voor jezelf. En eventueel later lekker douchen met de producten van Rituals. En daarna lekker je huid verzorgen. Mooie make-up. Eigenlijk meer om de dagelijkse dingen die je doet, om die juist te veraangenamen. Waarom vind jij veiligheid belangrijk? We hebben helaas in het verleden wel 2 keer een hele nare ervaring meegemaakt in de winkel. Heel vervelend voor mezelf, maar ook heel erg naar voor het personeel. Omdat je je toen niet veilig voelde? Nee, absoluut niet. En toen kwam er een vertegenwoordiger in de winkel en die vertelde over veilig gevoel. En zodoende zijn we eigenlijk bij hun aan gaan sluiten. En we zijn er heel blij mee. Want wat maakt dat het verschil, wat er eerst niet is en wat nu wel? Nou, dat je gewoon dus dingen kan terugkijken en ook gewoon weet dat je beelden hebt van mensen die bijvoorbeeld nare dingen willen uithalen in je winkel. Ik vind het ook wel leuk om zelf wat mee te nemen. Ja. Is er iets wat je me kan aanraden? Zeker. Nou, het is wat fris buiten, een beetje koud. En het is heel fijn om je handen goed te verzorgen. Ook om je dode huidcellen af en toe te vermijden. Worden je huid wat mooi glad en egaal. En daarna ga ik je lekker een handscrub even geven. En daarna even een lekker handmassage. Zullen we dat even dat doen? Dat klinkt heel goed. Oké, okay, lekker. Ga je met mee? Ja. Maar dan heb ik wel even 2 handen van je nodig. Oh, dan geef ik de camera heel even aan Petra. Even kijken hoor. Alsjeblieft, dan heb ik mijn handen vrij. Nou, kom, ga ik even lekker je handen scrubben. Oh.